Voor ook even die wordt mishandeld en in discrediet gebracht. Die grens van het oorbaar wordt hier bij mijn mijlenbel overschreden. De gevolgen van deze tragedie zijn zeer ernstig. Nou, Nederland, zeg ik, is diep gevallen op milieugebied. Nederland heeft een zeer grote milieuschool gerealiseerd. Namelijk de nuloptie is bewezen, gepatenteerd en geeft aan hoe duurzaam er wordt omgegaan met het wereldomvattende van de burgerlijke vervuiling. Het kloren van de nuloptie is nu aan de gang in het buitenland. Een trieste ontwikkeling voor de Nederlandse milieuproductiesector. Dan lijkt dus deze korte samenvatting slechts een zeer klein gedeelte van de strategisch durende acties tegen EU-gebied. Alle genoemde en niet genoemde voorbeelden zijn in onderdelen samengepakt in het voerende dossiers. De nuloptie technologie is vanaf 92 internationaal gepatenteerd via 95 patenten. Vaststaat dat deze patenten in Nederland en Duitsland worden geschonden. Nu komen we bij een laatste ontwikkeling. En die geeft helemaal het fiasco aan van het vrombeleid, namelijk dat van de hele verwerking van fotografische restwaarde, dus op een enigszins acceptabele schaal, is nu helemaal geen sprake meer, want het fotografische restwaarde kunnen aan voor een bedrag van 20 cent per liter het gaswassingspatent van Elkenie schenden. In Duitsland worden verwerkt in de grondgasreiniging van cementfabrieken, waarbij dan de reststoffen in de cementen, de bromides en dergelijke, in de cement terechtkomen. En dat is de laatste ontwikkeling. En wij zullen binnenkort vroom vragen om ook de reststoffen, om die dus naar Duitsland te exporteren. En dan hebben we te maken met een situatie die is volledig veranderd. Dan zijn we op het punt dat we hier bij elkaar samen zitten en dat we nu gaan zeggen, wat gaan we nu in de toekomst doen? Meneer, even over uw laatste punt even ingaan. Kunt u concreet worden over, ik ken nog een probleem mee, maar kunt u concreet worden over de afvoer van de reststoffen naar de Duitse cementindustrie? Want ja, er ligt een verzoek van u bij Bron, daar komt een reactie op. Ja. Anderzijds zijn bij ons geen zaken bekend dat niet door ons aangemeld, in ieder geval dat deze stof naar buitenland wordt uitgevoerd. Nou, het is zo dat u weet dat er in Europa is er dus een transport van afvalstoffen over de grens. Dus onder andere. Onder andere dus de fotografische reststoffen, die worden bij Agencia ingedampt en daar komt dat materiaal uit en vervolgens wordt het ingedampte materiaal, dat wordt weer geëxporteerd of men tracht dat zogenaamd dus te verglazen. Nou, dat is dus de reactie die dus uiteindelijk is gevolgd op het feit dat er dus geen minimumstandaard via verglazen of zo ingevoerd en weer. De rest van de fotografische verwerkers, die heeft gemeend dat indammen het antwoord zou zijn. En toen stoten we natuurlijk logisch, in logisch gebied, op hetzelfde probleem. Namelijk door indammen los je in deze geen milieuprobleem op. Je vermindert oogstens een transportprobleem, dat je wat minder te transporteren krijgt. Maar het milieuprobleem wordt niet opgelost. Dat is voor veel partijen van de energie bij hand genomen. Namelijk het verwerken van de restwaarde in de gasleiding, zoals veel partijen dat ook doen. Op het moment die technologie nog niet te verkopen, maar om voor Nederland te behouden. En toen hebben we gezegd: wij willen niet eenmalig een bedrag van 15 miljoen incasseren voor de verkoop van onze technologie. Ik hou die dus binnen het huis. En dat was in die periode, vonden we nog te vroeg, want de patentering was nog niet helemaal rond. Nou, toen hebben we wel heel veel informatie verschaft over de mogelijkheden. En daar heeft Roerkolen AG, heeft daar een verder geborduurd. En die hebben dus op een gegeven moment ontdekt dat je inderdaad, als je dat doet met die rest, fixeer en ontwikkelaars, van fotografische afval, dat je die kunt gebruiken bij de rookgasreiniging, volgens dat patent van Eeuwgebied. En dat wordt dus in Duitsland massaal gedaan. En wij zijn heel zorgvuldig aan het voorbereiden de actie die uiteindelijk moet leiden tot het aanvoeren van patentschending.
En dat is een kwestie die zullen wij dus op onze manier aanpakken. Maar wat natuurlijk wel belangrijk is, dat er massaal gebruik wordt gemaakt van een door eeuwenlange ontwikkelde technologie. Hetzia heeft zware investeringen gedaan voor de inkomenkosten, etc. En nu komt het moment dat dat helemaal niet meer gaat. Dat is economisch niet meer te handhaven. Je kunt de hele zaak vergeten, rechtstreeks de naar Roerkolen AG, etc. En dan gaat het dus op deze manier in plaats van volgens de Monsanto. Dus wat is de beste techniek die er is? Ik denk dat het staat ook op de agenda voor vanmiddag, dus misschien dat we die druk de toekomst nog even uit moeten stellen. Ik heb toch een paar dingen even naar aan het voor te brengen. U gebruikt een aantal zware woorden. Je voelt zich mishandeld, gecriminaliseerd, zwart gemaakt. En dat zijn verwijtingen nooit in de richting van het bron. U verwijt ook dat wij, u verwijt ons dat wij ongelijke behandeling van bedrijven. Dat we ons daar schuldig maken. Dat zijn zware woorden. Ik kan me aan de ene kant voorstellen dat u trouwens het gevoel zegt van ja, dit is wel goed, dat zelf, zo ervaar ik dat. Anderzijds, en dat proberen we ook even duidelijk te maken, zijn wij er toch, gaan we ervan uit dat wij zaken op een gelijke manier willen behandelen. Wij willen juist wel die gelijke eisen en gelijke rolverwaardingen mogen stellen. Ik denk dat het gewoon van belang is om dat te constateren, dat je, in ieder geval dat we nu richting aangeven, dat bij ons in ieder geval zeker de beleidsafdeling er niet om gaat om wat hier gebeurt de eeuwig niet zwart te maken. Dat heb ik nooit gedaan. Ik kan me dat gewoon niet zo herinneren. En sterker nog, wij hebben juist altijd aangevoerd op het realiseren van de minimumstandaard in Nederland. Alleen dat ging ons nooit snel genoeg. We hebben inderdaad, en dat is een hele geschiedenis die ik hier ook niet uit de boeken zal doen, gevraagd om te komen aan de producenten en verwerkers om het plan om te komen. Dat is er tot op heden niet van gekomen en dat is altijd maar weer uitgesteld en uitgesteld met als gevolg dat we vergunningen ook telkens ook van de anderen. Wel, dat was weer gelijk om handen, altijd van de anderen, nee, telkens anders verleend. Dan kun je natuurlijk weer afvragen wie daar nou het meest belang bij. Laat gewoon vaststellen dat het zo gedaan is. Al die vergunningen zijn anders verleend. Daarnaast zit je natuurlijk met het fenomeen, je zegt ook van ja, we werden vreselijk ingeperkt door een hele beperkte afvalstofwetvergunning. Ja, dan nogmaals, dat is een vergunning waarvoor eigenlijk niet grond de verantwoordelijkheid heeft, maar daarvoor zit je met ook bij een andere boekenzaak dat moet aankaarten. Dat is de provincie bedoel ik? Uiteraard. Maar dat geldt een verklaring van heel bezwaar van het ministerie. Ja. En u weet ook dat de WM-vergunnings aanvraag, dat die zelfs in behandeling nemen, daarvan dus 8 maanden heeft de wettelijk daarvoor gestelde termijn heeft overschreden. Om, en de provincie speelt dan een balletje weer terug naar Brom, want ze zeggen, kijk, bij Brom kwamen ze niet met die verklaring van geen bedenkingen. En zo verder. Het feit is gewoon dat Ingenie werd geblokkeerd, maar die ongelijke behandeling, die beweer ik niet zomaar, die staat te lezen in de vergunningsvoorwaarden. Als je de vergunningsvoorwaarden van de bedrijven naast elkaar legt, dan zie je in de vergunningsvoorwaarden de eisen die je dus dan ziet, zie je een discrepantie, die is, is niet normaal, en die heeft ook geleid tot 10 jaar lang valse concurrentie. Dus, bij het bedrijf Ingenie heeft die valse concurrentie volgehouden, omdat ze nu eenmaal beschikt over een bijzonder waardevolle technologie die gebaseerd is op het waste-to-waste principe, waardoor je dus het verwerken extreem goedkoop kunt uitvoeren. Dat is tevens een antwoord op waar waren die geheime fondsen van Ingenie? Die geheime fondsen van Ingenie, dat is niks anders dan de meerwaarde van de bijzondere productiemethodiek. En daarom hebben we die valse concurrentie volgehouden en die, nogmaals, die ongelijke behandeling, dat is niet wat ik voel of zo. Nee, het is gewoon keiharde vergelijking van cijfertjes hoogste vergunning. Dan toch iets uit de weer vastige materie dan van de problematiek van de vergunningverleners. Je probeert dus zeg maar daarin beleidsstandpunten uiteindelijk die vergunningen te vertalen.
wij hebben, en dat is de koers die zeker in vanaf 95, 94, 95 ingeslagen zijn, ervoor gezorgd dat alle vergunningen voor de verwerkers van de FGA in Nederland gelijkluidend zijn. Dat is ook gebeurd bij alleen maar Raad van State. Het is namelijk door uw collega's of concurrenten, die weet hoe ze zelf doen de titel, is er dus nadrukkelijk bezwaar gemaakt tegen de sturing dat de Bron heeft opgenomen om het FGA richting de standaard te sturen. Wij hebben dat bij de Raad van State moeten verdedigen in de tweede zaken en dat is door de Raad van State uiteindelijk beoordeeld als aanvaardbaar. En dat betekent ook dat die bedrijven gehouden zijn om dat zo te doen. Daarnaast hebben we in twee andere procedures erna gestreken om de lozing op het riool te beëindigen. In één geval met succes, in een ander geval loopt het nog bij de Raad van State. Vervolgens hebben we dus ook, geen betoogde procedures per zijn tijd, of het nu met Agentia bij de Raad van State staan, of met Intergen of met het bedrijf. Het feit is gewoon dat ze allemaal in tijd kosten. Die tijd, dat betekent ook dat het dus continuerend ongelijk eisen met zich meebrengt. Afgekeurde procedures. Daarnaast zijn we ook dus inderdaad nog een tegen de BPO-zaak. Tenminste, er nog steeds één zaak met de Raad van State met het einde van de woning. En tot slot. Mag ik heel even voor degenen die dat niet weten? Het betreft dus het lozen van fotografische restbaden op de riolering in Limburg. Omdat hier het zuiveringschap Limburg op 3 kilometer, op een afstand van 3 kilometer, is bezig met Eelkemeen en met Intergimmick. En het zuiveringschap Limburg neemt de klok nu 25 jaar terug te kunnen zetten. En dan dus het lozen van bromide, nota bene naar het Maaswater, waaruit drinkwater wordt gemaakt, om dat dus weer mogelijk te maken. Terwijl de verglazingstechnologie van heel gemeente, op 3 kilometer afstand dus al zo lang in leiding is. En als je dan de vergunningssituatie vergelijkt, de lozingsvergunningssituatie van Edelgemeen Panheer met die van Intergimmick, dan val je om van concurrentievervalsing door ongelijke vergunning op een afstand in hetzelfde rechtsgebied van 3 kilometer. Ja, dan is dat geen gevoel meer, maar dan is dat een schrijnende realiteit. Nee, maar wij kennen de situatie onvoldoende, dus ja. Wat ook ding is dat u stelde dus de ongelijkheid in de vergunningen. Ik denk dat we gewoon kunnen vaststellen, als je vergunningen naast elkaar legt, komen we tot een conclusie dat er duidelijk sprake is van een zeer ongelijke situatie. Dat kunnen wij niet vaststellen, dat is het probleem. Maar nogmaals, even terug naar dat krachtige burgemeester Rocco. Sommige dingen kunnen wij hier samen niet vaststellen, maar graag het verhaal van uw kant. Dat is al waardevol. Maar voor het vaststellen zijn twee partijen nodig die met elkaar eens moeten zijn. En op dit moment hebben we sowieso al even een informatieachterstand dat wij niet weten hoe bijvoorbeeld de heer Van Rooij geschetste situatie precies uitziet. Twee vergunninghouders zijn die daar aan de standaard vergoeding, daarnaast is een derde mogelijk. En dat is een heel andere takker, voor ik denk dat het niet. Mag ik hierop inhaken? Ja. Uit uw betoog luisteren, neem ik dat u zegt van we hebben nog geen actie in positieve richting naar Nevels of naar Eelgemeen ondernomen, op grond van het feit dat we wensten dat er concurrentie zou zijn in die markt? Hoe kun je in godsnaam een dergelijke technologie negeren? Alleen maar omdat je zegt van het zou niet de enige aanbieder zijn? Wilt u een Microsoft bedrijf in Nederland hebben? Ik wel. Hier zit er een. Dit bedrijf kan voor Nederland een economische waarde vertegenwoordigen, dat is niet te filmen. Kijk, het is zo dat wij dus niet gezegd hebben dat het hier niet naartoe zou kunnen. Dan moet je hier bij de andere bedrijven gaan vragen waarom ze hier niet naartoe willen. Mag ik even daar een logische constructie? Je gaat niet naar de concurrent, je weet dat je dat. Tenzij dat je zegt, er is een afweging van kosten, dan is sneller aan de gang, wat dan ook, wat is het mij waard? De volgende instantie is het vervolg op de hè? Maar om dan te investeren in de media en de scheidslijn, dat je als een week een boek in de kunnen voorkomen worden, maar we zullen maar eens kijken
of die twee wie de kluif pakt. Wij hebben dus als in het heleboel stadium, dat is al in 89 is dat geweest, is ons dat ook uitdrukkelijk gevraagd. Hebben wij dus kenbaar gemaakt dat je als je technologie hebt, ontwikkeld die gepatenteerd wordt of is, dat je dan natuurlijk een licentie moet verlenen en dat je dus niet misbruik mag maken van een monopoliepositie. Dat vinden we een heel logische gang van zaken. Dat is ook in overeenstemming met alle andere Europese regelgeving. En de stelling is dan heel duidelijk aangegeven in de richting van de juist die concurrenten. Maar luister, als je dus graag beschikt over een licentie voor het verwerken van dit materiaal op de manier zoals Elkenie dat ontwikkeld heeft, waarom zou dat niet kunnen op basis van een licentieverlening? En dat is wat met een contract eraan verbonden, dat is toch het doel en het nut van het patenteren op zichzelf. We hebben dat als heel logische stap gezien, maar ja, dan moet je wel natuurlijk tonen dat je graag is. Bekend, ja, zeker. Bij besprekingen hier waar met de vereniging, het is ons letterlijk ongevraagd, met de vereniging van verwerkers van fotografisch afval, was professor Tels bij hier, hadden gezegd, luister, Elochemie verleent natuurlijk aan iemand die dat graag ook wil gaan doen, dus via een contract, know-how verkoop en licentie verlenen. En je moet, wil je zo'n technologie uitvoeren, moet je natuurlijk niet alleen een patent, laten we zeggen, ter beschikking stellen met wat daarin beschreven staat, maar dat gaat veel verder. Je moet namelijk nog hoog overdragen en dat betekent dat je mensen daarvoor dus opleidt. Dat zit daar allemaal aan je bord. De wetgeving, maar ik denk niet dat de milieuwetgeving zich daar zo makkelijk mee laat vergelijken. En met name als het gaat om het beleid van de overheid, moet toch vaststellen dat als je beleid wil maken, dat je dat goed moet onderbouwen, dat moet je dus ook zeggen, je moet het kenbaar maken, al betrokkenen, dan krijg je commentaar, dan krijg je reacties op. En moet je ook op een bepaalde manier omgaan. Uiteindelijk moet je dat dan bestuurlijk laten vaststellen en afzegenen. Zeker in een jaarplan waarbij de gezamenlijke bron IPO. Dit is een heel project van al 2 jaar. En zeg maar uiteindelijk door de minister en in de college van VS dat het staat vastgesteld te krijgen. Ja, dat zijn gewoon trajecten die kunnen zeggen, ja, zolang dat loopt, kan er inderdaad niet 180 blijven rijden bij spreken. Maar daarna kun je pas net op basis van dat lijntje vergunning gaan aanpassen. Zo werkt dat in Nederland. En dat betekent ook, dus, zeg maar, en dat is ook een oog van zorgvuldigheid en rechtszekerheid, dat als bedrijven voor die periode een vergunning gekregen hebben voor iemand voor 5 jaar, dan kun je niet zomaar ingrijpen in verkregen rechten. Daar zul je ook heel zorgvuldig mee moeten omgaan. Dus pas als die vergunning dan afloopt, kun je zeggen van nou gaan we een beleidswijziging doorvoeren. Dat lijkt me met milieu niet mogelijk. En dat is wat we dus met milieubeleid wel doen. Maar u heeft nog een ander probleem eigenlijk op de vraag niet gesteld. Ja. Vroom was al heel lang op de hoogte van die technologie. U stelt eigenlijk dat er in de markt behoefte was, beleidsmatig, van een concurrentiepositie, dus meer aanbieders van hetzelfde product. Ja. Hoe kun je dan nog een keertje datgene wat er in de feiten geconstateerd wordt aan, zeg maar met name de gesubsidieerde distributie van woonmanszout, hoe kun je dat tolereren terwijl er een technologie is die dat uiterst gevaarlijke proces van vergiftiging kan stoppen? Ik snap dat werkelijk niet. Ik zou van het ministerie officieel graag een antwoord willen hebben waarom jullie niet alleen subsidiëren, maar ook waarom je gedoogt en negeert, wat meneer Genevers terecht zegt, dat er een technologie is die het probleem op kan lossen. Ik wil vandaag graag bij nul en een nieuwe verse start, want het is mooi weer, beginnen. Maar laten we dan wel beginnen. Meneer Martens, wat wilde u nog? Ik vind het zeer interessant, dus die discussie over het beleid van de provincie en van het ministerie, waarbij ik in mijn achterhoofd natuurlijk altijd vermoeden heb dat invloed van belanggroepering op het beleid van beide instanties beïnvloeden. Maar er is één factor in overheid die enorm support komt. En dat is de gemeente. Gemeente heel met hun actie. En ik was blij te horen dat de burgemeester hier met betrekking tot het schetsen van zijn situatie
dat hij vrij neutraal verhaal hield. Ik heb in de tijd die hearing meegemaakt waarbij zeg maar het rapport van RIVM werd behandeld. En toen viel mij op dat zeg maar daar de inrailgebied zeer negatief werd afgeschilderd. Ook door, laten we zeggen, de wethouder van Heel. En daar werden beweringen gedaan waarvan ik wist, en ik had ook dat rapport gelezen, dat die bewering absoluut niet klopte. En dan zei hij, nou kunnen we nu verwachten, naar aanleiding van het huidige standpunt van de burgemeester, dat de gemeente Heel, met betrekking tot het Eelgebied in de nabije toekomst, zakelijker en nuchteren dan zal omgaan met erkennen van de werkelijke feiten. Dus geen verhalen meer, negatieve verhalen over die dioxine-uitstoot en dat soort onzin. Maar dat er eerlijke verhalen op gaan gekomen. En dat ook rekening gehouden wordt met het feit dat de volgende actiegroep ook nog andere inwoners van Heel zijn die werkelijk, laten we zeggen, goed met eeuwig kunnen leven. Ja, nou, ik wil er graag op reageren. Ik ben eigenlijk wel blij dat u die vraag stelde om mijn gelegenheid te stellen om ook wat te zeggen over. Ik denk dat, zoals ik kan zeggen, natuurlijk hier laten we dat zakelijk tegenover. Maar je moet constateren dat hier toch 18 tot 20 jaar voor strijd ligt rond het bedrijf. En we kunnen er ook niet omheen dat er ook een door de klachten dat er ook bij de bevolking is als het gaat. Dat zijn ook feiten die ik niet vaststel. Ik denk ook dat je mag zeggen dat we redelijk ambivalent tegenover het bedrijf staan. Aan de ene kant een bedrijf wat, zoals je juist hebt gezegd, dat zich toch ontwikkeld heeft door kennis en technologie tot een bedrijf dat op het vakgebied van milieu een taak heeft. Maar aan de andere kant ook een bedrijf is wat eigenlijk door zijn uitstoot en eigenlijk toch weer. Ja, een krachtpatroon opneemt. Ik denk dat men in het verleden nogal emotioneel met die zaken is omgegaan. En ik denk dat dat ook blijkt gewoon uit het betoog van de directeur, die in zijn incidentenlezen heel emotioneel is, dan dat hij een zakelijk ondernemer kon zijn. Dat stel ik ook vast. En dat heeft zo'n 18 tot 20 jaar heeft dat zo geduurd. We hebben gezegd van nou, dat kan ook de oplossing blijven, dat kan niet zijn. Het kan niet zo zijn dat iedere beslissing, iedere fase, dat je die via de Raad van State moet afdrukken. Dat is niet goed, dat leidt tot een heleboel irritatie, dat leidt tot een enorme kostenpost. Geld dat de ondernemer beter kan investeren in zijn technologie dan in de rechtsgang. En wij zeggen in dat als dat dan niet werkt, dan moeten we langs de andere kant met elkaar zaken doen. En dat is gewoon op een open manier en communicatief met elkaar omgaan. Met zeker vertrouwen dat de ondernemer aan een goed bedrijf wil hebben. Dat er mensen in werken die ook in onze gemeente horen. Maar waarvan we ook van elkaar moeten weten dat er overlast is. En dat we ook zaken met elkaar moeten kunnen kijken hoe die overlast. Dat is niet dingen ontkennen, maar dan zeggen wat doen we daar om zaken op te lossen. Nou, dat is eigenlijk de insteek van het college van BMW. En dat betekent ook dus dat wij het bedrijf eerlijk kunnen zien als één bedrijf in de gemeente, een belangrijk element als een werkgelegenheidsbedrijf, maar ook een bedrijf dat met zijn kennis en kennelijk een bedrijf kan zijn waar we als gemeente trots op moeten zijn. Nou, die trots. Daar zou ik dan vanaf vandaag nog wat graag mee willen werken. Maar dan had je iets op willen bouwen. En ik denk dat tot nu toe niet gebeurd. Dat blijft zo doorgaan als je steeds de incidenten, als je incidenten blijft bespreken, in plaats van dat we uit de incidenten een les trekken voor de toekomst. En ik denk dat eigenlijk met tweede vragen echt heel essentieel. En dat is: hoe belangrijk is de technologie voor het milieu? En hoe belangrijk is de economie voor Nederland? Ik denk dat er toch nog één dingetje meer meespeelt en dat is het volgende. Ik denk dat er te weinig deskundigheid met de verschillende overheidsorganen, omdat ze te weinig voeling hebben met de praktijk, hier ook aardig meespeelt.
Wij hebben namelijk, vroeger hadden we de hinderwet. En de hinderwet die ging uit van gevaar, schade en hinder die een bedrijf kan veroorzaken naar de nabije omgeving. Sinds 1 januari 1994 is de afvalstoffenwet en de wet gevaarlijke afvalstoffen zijn geïntegreerd in die hinderwet. En dat heeft men de wet milieubeheer, dus men dat kan noemen. En de wet milieubeheer, omdat er juist die afvalstoffenwet en vaak afvalstoffenwet van wel eer in die wet milieubeheer zit, gaat men vanaf dat moment uit van welke milieubelasting veroorzaakt het bedrijf totaal. Dus niet alleen de gevaarschade en hinder van de nabije omgeving, maar de milieubelasting ook als gevolg van het door het bedrijf gemaakte product. Nou, als ze die beoordelen, die ze gewoon al vanaf 1 januari 1994 wettelijk verplicht zijn daaraan gegeven, wat ik nergens in als ze die aan dat bedrijf geven, dan zie je dat dat bedrijf geen milieubelasting veroorzaakt, maar een milieuontlasting geeft van milieubelastingen die door andere bedrijven worden veroorzaakt. Nou, dan zeg ik, wat zijn we hier toch los helemaal samen tegen? Als je die wet gewoon milieubeheer op een goede manier beoordeelt en op zich 10 uit die wet milieubeheer meegebrengt in het kader zoals het zou moeten, dan zouden we geen enkel probleem zijn. Kijk, en de ambtenaren van Alleer die zijn opgedoekt in het hoofdzaak in dat regime van de hinderwet. Het denken en het verder denken en het integraal denken dat de tijden de wet milieubeheer ook, dat heeft men niet voldoende. En dat begint nu geleidelijk te komen, maar te geleidelijk naar beneden. Want daar, op dat punt zou ook veel meer jurisprudentie moeten ontstaan. Nou, misschien hoeft het niet meer te ontstaan als we op een goede manier samenwerken, maar het zou kunnen ontstaan op via één manier. Je kunt zo'n product hierover naar elkaar vragen. De discussie van is het best wel leeg of is het best wel vol? Of kan ik willen praten? Praten over het oude zeer of praten over de nieuwe mogelijkheden? Ik denk dat eigenlijk ook een insteek zou kunnen zijn voor de middag. Waarbij ik even wil vaststellen, het is nu 1 uur, we kunnen nog even doorgaan zo, maar het is misschien wel handig om nu even te schorsen. Ja, we staan volledig af. Dan gaan we ons aan de doorzelfde waarde zetten. We schrijven dus op een Nederlandse journaal. En dan meen ik dat het Nederlandse volk eigenlijk zover is dat ze als hier met wat gaan begrijpen van hoe je met milieuproblematiek moet omgaan. En dan wil ik dat voorbeeld geven dat je uit de röntgenafdeling van een ziekenhuis, dat krijg je dus afval. En dat je dan met het afval de uitvinding van de röntgenzaling, wat dus een heel groot goed is natuurlijk. Röntgenzaling, ja, dat is zo'n groot goed. En daar is het afval dus eigenlijk een negatief klein afleiden van. Maar dat je dat dan omdraait, dat je zelfs een negatieve effect van die afval dus toch weer een positieve draai kunt geven. Zo zelfs hè, dat je zegt, ik maak van het afval maar de kunst dat bovendien dus gedateerd kan zijn voor de toekomst. Hè. Want die is dergelijk, die is dus gestempeld, zie je. Dat is van de waarborg. Dus alle stempels die er eigenlijk bestaan ten aanzien van de massief zilveren, die staan hierin omdat de zilverwaarde hiervan overschrijdt 92,5%. En dan krijg je dat het voldoet aan alle stempels die de waarborg kan hebben. Die staan er dus in. En röntgen zelf is dan dus gemaakt uit niet helemaal doorgezuiverd zilver, want daar kun je niks meer aankomen. Maar uit zilver waar nog 1% begeleid materialen bij zit, die dus uit het fotografisch proces gaat. We kunnen vaststellen dat dit ontwikkeld is in de periode dat afval een probleem is. Maar hij blijft doorgaan.
Ja, ja. Nou, dat blijft gewoon doorgeven bij de advocaten. En dan krijg je op een gegeven moment een informatie. Maar er zit voor mij meer aan dan hier staat. Want in principe zijn alle rapporten van de overheid maakt zijn overheid. En dan hebben we er alles van. Maar die krijgt ook de laatste plekken. Die houden de keihard besluit. De besluiten de registratieplicht gaat opwekken. En met de medische betaling. Dat is waar het is. Dat heb je al gebeuren. Die doet van een massa. Dus je doorgaan. Daar ga je zeggen. Dat heb ik al absoluut. Als je wist hoe wij, ik zelf met mijn rechter en linkerhand een helder kleur, dus de middag leunen, dan hier ook. Ja, weer zo'n stapel. De lunchperiode nooit exact van. Vervolgens gaat het werk gewoon door. En ondertussen dan nog een uur. Ik wil het blijven aantellen, niet voor het van de maand. Fotografische waterafval werd als eerste afval goed verwerkt volgens de filologische. Maar was dus een cocktail van afval waarin je bijvoorbeeld hebt het principe van waste to waste op alle mogelijke manieren. Hè? Ik denk maar aan de energiewaarde. Dus fotografisch afval kan heel veel energie bevatten. Daarnaast heb je voor de grafisch afval dat heel veel energie vergt. Zo zijn er heel veel combinaties die dus mogelijk maken om dat principe van waste to waste toe te passen op alle andere chemisch afval. En dan kom ik bij dit afval terecht, dan heb je zo'n afval. Nou, dit is het moderne afval, hè? Dat is verzuipen we in. Nou, dat klopt. En nu moet je luisteren wat er is. Wat er is gebeurd. Nu moet je luisteren, en nu kom je bij iets, dat had je niet verwogen. Eén of die mag dit niet verwerken, dan moet een ander eerst de grote stripjes eraf hebben. Als dat eruit verwijderd is, dan mag eén of die de rotzooi opwerken. Dat had je toch niet verwogen, of niet? Dat staat letterlijk zo in onze regering. Ja, maar dat is nu een technologie die helemaal geënt is op het verwerken hiervan, de bureau. Die wordt nu onmogelijk gemaakt, hetzelfde ministerie, omdat eerst anderen moeten de krenten dragen. Maar dat is op zich, moet dat niet zo'n probleem te zijn als je kijkt naar de stand van de wetgeving, dat zou in ontwikkeling zijn. En als de gebruiker die inderdaad de technologie is, die dat zijn ons wat nieuws brengt, dan denk ik dat het ministerie
best in zijn beleid dat ze wil meegeven wat ze wil, maar dan moet je dat brengen op een manier dat je dat samen ook nodig hebt. In de zin van hoe ze de rots aan boven komen, is dat verwijderd weer. Maar het is wel de stand van zaken nu op dit moment. Ja, nu, De ingenieur is tot nu toe goed bevonden om als een probleem niet nog over is. En de anderen hebben een krent op huis gepikt. Dan mag ingenieur zijn technologie laten botvieren, etcetera. Oké, maar dan moet je ook vergeten dat het over een economisch plaatje moet hebben. Het is geen realiteit dan meer. En zo kan ik tientallen voorbeelden aangeven. Ik ging al, en dat was de vraag, dus dat fotografisch gevaarlijk afval, dat heeft op een ogenblik zo de aandacht. Wat veel belangrijker is dan het fotografisch gevaarlijk afval, is het ander gevaarlijk afval. Onder andere dit. Dit is veel massaler. En onze camera's, onze telefoontoestellen en onze computers, hè, want die computers die worden niet hergebruikt als computers, die worden allemaal op de schot gegooid. En daarvoor is die nieuwe optie is ideaal. Dus het is belangrijk dat u dat steeds nog blijft zeggen tegen degenen die daar dat weer in de regelgeving en in het beleid moeten bepalen. En zo komen we vandaag. Nou goed, dan heb ik het. Ik heb het zo gehoord. Is er wel een verwijzing van de kunstenaarsstaat? Ja, 10 jaar geleden ben ik ermee begonnen. En toen werd alles wat ik probeerde te vragen, werd via ambtshalve verlengingen werd het geblokkeerd. Dan voel ik me dus zo. Als je iemand bent die deel van uit, dan wij wat langs kunnen komen. Ja, hoor, dat wil ik dan wel. Ik zeg ons, maar geen van de allemaal de kans. Zich kenbaar maakt en als dan kan ze daar in samenwerking met Evangelie, kan ze heus wel aan de minister bijvoorbeeld iets meegeven op een conferentie dat hij kan zeggen, luister, wij hebben inderdaad een milieusprong gemaakt, hier kijk maar, wij offreren de mogelijkheden om overal in de wereld dit soort activiteiten op te zetten. Dat zou uiteindelijk de klap op de vuurpijl moeten zijn, als dat zou kunnen gebeuren. Maar dan zou de overheid, die moet natuurlijk ophouden met laagwaardige technieken te nastreven. Die moet juist staan binnen Europa, in elk geval, voor dus hoogwaardige technieken. Ik denk voor de dingen die de minister ook naast heeft, dat de overheid en de technologie is, en alle andere toepassingen. Voorkomen dat ze bepaalde landen waar men nog minder zorgvuldig naar de milieuaspecten kijkt, dat men daar nog aardige technologieën in de Nederlandse heeft. En dan is het vaak dat een aantal minimumstandaard die we in Nederland zijn gereguleerd. Dat is niet verlaten, maar juist Maar ja, dat is een boezaar, een langdurig proces. Er zitten veel verschillen tussen die landen in de Europese Unie. Maar als Nederland kan aangeven wat de minimumstandaard in de praktijk inhoudt, en die kan op een conferentie zo'n blok op zich aan of toepassingen, en met grootschalige toepassingen, laten zien. Hè. Moet eens kijken wat voor een belangrijk punt dan voor Nederland gestorven is. Dit is overigens heel simpel te doen hoor. Als je in Nederland zegt dat het strenger zit dan de Europese regelgeving, dan kun je dat doen in de nationale wetgeving. En dan kun je vervolgens in een simpele manier kun je een prejudiciële uitspraak van de Raad van de het Hof van Justitie van Luxemburg uitlokken. En dan en dan wordt dat zodanig die uitspraak en dan is dat over de EU niet geregeld. Dat is heel simpel, dan loopt binnen korte procedure, dan moet ik zelf naartoe. In die richting, in het kader van een soort geval, op 25 november met het Europese Hof, en dat is Nederland strenger als de Europese richtlijnen. En het ziet er dan uit dat inderdaad op dat punt. De Nederlandse strenge wetgeving
dat hij jurisprudentie krijgt in Europa. Nou, op die manier kun je dat vrij makkelijk uitlokken. En daar hebben we met z'n allen, met name onze toekomstgeneraties, heel veel plezier van. Ja. Nou, kijk, ik ben al blij als ik voor een ziekje van mijn kan heel serieus in die haard wegkomt. En dan denk ik dat we misschien een andere bijeenkomst moeten beleggen om de wereld daarna te vormen op dat gebied. Het is allemaal, het zal allemaal ongeveer op raad zijn wat we dat zeggen. Ik denk dat we ons moeten bekijken wat dat kind nou vandaag over de. Maar vandaag hadden we het over het Renoxaal. Het zogenaamde Renoxaal-verfahren. Dat was een andere naam. Dat was een andere naam. Voor het gebruiken van de reststoffen uit de fotografie-industrie. Dus wij die verglazen in cementovens. Ja, in de gasstrijding van cementovens. En dat is nu juist wat aan de orde was. Gaat de Nederlandse staat de haar eigen minimumstandaard verder naar beneden brengen en zeggen, oh, wat daar in Duitsland gebeurt, dat vinden we gelijkwaardig, dan ben je precies op de verkeerde kant bezig. En dat willen we nu juist, ik denk dat we dat juist moeten voorkomen. We moeten juist alles proberen om vanuit Nederland de hoogste technologie, maar dan ook zodanig dat we kunnen aantonen dat die werkt. Kijk, een intentie voor zoiets, dat is onzin. Wij moeten juist kunnen aangeven dat we het materiaal in handen hebben. Je moet op zo'n conferentie, internationaal, moet je dan, laten we zeggen, kunnen aangeven van hoe het in de praktijk is gerealiseerd. Ja, dat is wat aan de orde. Dat vind ik een heel belangrijke, een heel belangrijke zaak is die nu speelt en niet in de toekomst. Die speelt nu op dit moment. Wat ook voor ons heel concreet is, dus inderdaad, het punt dat wij vanuit het miljardenplan, die is dat we het programma een aantal dingen weer mogen zoeken. Tot een miljardenplan is dat er ook niemand de hoe al mee kwam. Maar wij willen dus inderdaad bekijken welke mogelijkheden zijn om de afzet van het geïmmobiliseerde product te verbeteren. Hoe loopt dat en hoe zou je het kunnen verbeteren? Nou, dan kun je dan inderdaad ook van nadenken over vragen van wat betekent het, zeg maar het inzetten van een bepaalde afvalstroom in die processen voor bijvoorbeeld kwaliteit, het aankopen van het product dat er gemaakt wordt. Dat zijn terechte vragen die je gewoon moet beantwoorden in het lopen van het proces, of bijvoorbeeld gaat een kopen stroom of zeggen, doe maar op, we hebben chronica schermen. Je moet gewoon kijken wat betekent dat, ook voor het product dat gemaakt wordt. Maar we willen dus duidelijk zeg maar even gaan promoten en kijken van wat zijn de mogelijkheden om de afzet van die stof te verbeteren. Dat is de eerste route die we moeten zoeken. De tweede is het verhaal dat de minimumstandaard. Wij willen inderdaad in het Europees verband wel dat verhaal introduceren en proberen vast te houden. Dus wij willen niet zeg maar qua inspanning afleiden. We willen dus proberen het niveau te houden. Maar we hebben ook een hulp nodig, want we kunnen niet alleen doen wegkomen. Ik denk wel dat we heel veel kunnen, maar sommige dingen hebben ook een medewerker van bedrijven nodig om ze gewoon te realiseren, een bepaald verhaal kunnen bepalen. En vandaar ook gewoon een verzoek van, wil je met ons meeleiden denken? Op dit punt, gewoon een bepaalde nieuwe standaard, om sterker weer te zetten, zodat we straks kunnen zeggen, wij hebben hier voor geknoopt, misschien dat nog 5 minuten, maar dan zeg maar, en nou hebben we uiteindelijk ook echt gerealiseerd. Iedereen. Maar dat is wel het werk wat ik hier moet aan. Dat zou een ontwikkeling zijn die alleen maar de studie uit. Ja, dat kunt u ook rekenen dat we dat meedoen. Ja, de bijdrage. Dan hoop ik dat in de Ja, praat maar een beetje. Nee, dan kan ik dat mooi dan voor je afpakken. Een beetje opzij. Ja, goed zo. Dat is terug. Even aanprofielen. Aanprofielen. Maar voor de bollen. Ja. Dat kun je dan. Dan maar klein nog. Dat gaat wel. En waarin zit de zwarte ambtenaar? Toen met een kamer op te gaan.